eigenlijk om ze te gaan bouwen? Het is eigenlijk zo gekomen dat mijn eerste wagen, die staat hier ook in. Moet erin staan? Nee, ja, hier heb je. Dat is mijn eerste wagen. Dit is de heetwaterstokerij, die werd dus gebruikt als ze de vrouwen 's maandags morgens de was moesten doen. En dan kwam de heetwaterman en die kwam daar dus gloeiend heet water in die kuip gieten. En dan gingen die mensen daarin boenen en wassen. En dan werd het wasgoed, dat werd dus op rekken te drogen gehangen. Maar want alles gebeurde buiten, op straat. Hadden die mensen zelf geen heet water? Nee, er was toen geen licht en geen gas, niets was er. Dit is een transportwagen, die kon je huren voor een kwartje per dag. Daar werd alles mee vervoerd. Meubels, noem maar op, wat je maar vervoeren wou. Het is allemaal van klei gemaakt, hè? En geschilderd. Dat is heel bijzonder. Een zak met aardappelen. Hier heb je de boter, kaas en eierenwagen. Dus de kaas, de eieren en de boter. Nee. En welke vindt u zelf uiteindelijk het mooiste? Waar was u het blijste mee toen u hem gemaakt had? Dus de schadeslijp. De schadeslijp. Ja, dat is een wagen. Nou ja, daar is zoveel werk aan. En een van de mooiste werken dit. De schadeslijper, dat is echt uw dat is mijn prachtigste wagen, ja. En dan ook dat is de laatste, hè? Van de gemeente. Elektriciteit, tram en radiodistributie Utrecht. Ja, maar tegenwoordig heb je dat mensen vaak iets pikken uit winkels. Mm-hmm. Had je vroeger ook dat ze van de karren afpikten? Had je vroeger ook, hoor. Jazeker wel. Tuurlijk wel. Als de groenteman langs kwam, heb ik zelf ook wel eens een appeltje gestolen, hoor. Oh! Ja. In de klep, daar zaten dus de flessen in. Met de verschillende soorten pap. Hieronder had hij dus de pakjes boter zitten. Hier heb je de maatbekers van 1 liter en 1,5 liter. Kijk, hier heb je dus de hond die onder deze wagens loopt. Oh. Onder alle wagens lopen deze honden. Naar de kar. Die hond die wordt vastgebonden aan de kar. Hier heb je de leidsels zo. Die werd dan hier vastgezet. Nou ligt de hond te rusten. Maar dat is hem. Bent u nou lang bezig met het bouwen van één zo'n wagen? Met deze wel. Deze ben ik wel een heel tijdje bezig. Zo'n handwagen. Deze wagen, de petroliewagen dus, die heb ik dus ook alweer 4 jaar een gepensioneerd directeur kunnen maken. Die meneer die was wild enthousiast dat ik een wagen van de petroliemaatschappij wou maken. En zo is toen de stad hier. Want niet alleen de kar maken was het, nee. Men moest ook op pad om bepaalde onderdelen voor die kar te vinden. Ja, want er zijn geen bouwpakketten. Er zijn geen bouwpakketten, niets is daarvan te koop. Nee. En waarom bent u gestopt? Waarom ben ik gestopt? Goeie vraag. Ik ben gestopt om, ik had genoeg karren gemaakt. Er waren er nog wel meer. Je had dus de puttenscheppers, die de putten schoon maakten. Je had de vleestransportwagens, die werden ook gebruikt. Maar dat vond ik niet zo interessant. Deze wagens is eigenlijk het interessantste geweest.